Dakar 2017. Volgens velen zou die bijna aan je neus voorbij gaan. Kan jij mij uitleggen waarom je er wel gaat zijn? Ja, omdat wij Mammoet Rallysport zijn. En onze slogan die is denk ik de laatste jaren, wij geven nooit op. Alleen wat in het artikel ook stond, de bodem van de schatkist was bereikt. Ja, die was niet bereikt, die was gewoon leeg. En ja, wij hebben gewoon heel trouwe partners en die hebben allemaal ervoor gezorgd dat er een nieuwe truck gebouwd kon worden. In 4 weken tijd en dat vindt bijna iedereen onbegrijpelijk, maar ze werken in 2 ploegendienst van 11 uur. 22 uur per dag wordt er gesleuteld. Al onze mensen die aan ons team verbonden zijn hebben het mogelijk gemaakt dat de Sherpa gebouwd kon worden. En dan is het wel heel mooi om te zien dat dat ook gaat lukken. En, dat is onze kracht, denk ik. Ja, de Sherpa. Sherpa 2 gaat dit worden. Voorin? Ja, kijk. Wij zijn gewoon harde werkers. En ik hou er niet zo van om dingen vooraf te roepen. Niet eens omdat je erop afgerekend kunt worden. Maar ik weet wat mijn doel is. Ik bereik liever het doel en dat de rest zegt, hij heeft zijn doel bereikt. Oké, Martin, heel veel succes en we gaan ervan genieten. Dank je wel.